ben eigenlijk gestopt met het maken van langetermijnplannen. Op een gegeven moment heb ik besloten om er eigenlijk vanaf te stappen, omdat het helpt me eigenlijk niet zo heel erg. Op een gegeven moment besloot om juist gewoon meer op naar de korte termijn te kijken en kijken wat ik dan ga doen en dat er vanuit het doen weer wat ontstaat. En ik heb er vertrouwen in dat als ik het juiste blijf doen, dat ik over 15 jaar dus ook het juiste doe. Ja, we noemen Plastic Whale de eerste professionele plastic fishing company ter wereld. Wij vissen plastic uit Amsterdams grachten. En dat doen we met duizenden mensen. Dit jaar hebben we al voor 61 bedrijven bijvoorbeeld 155 evenementen in elkaar gezet. Maar net zijn we ook met 3 graden boven nul met een groep schoolkinderen gaan plastic vissen. Met hun vissen dus plastic uit de Amsterdamse grachten en daar bouwen wij weer sloepen van. Van het plastic dat we uit de grachten halen. Zodat we meer boten kunnen bouwen, zodat we met meer mensen kunnen plastic vissen. Zodat we meer plastic uit het water halen, zodat we meer boten kunnen bouwen. En zo door. Ons doel is niet om, om zo lang mogelijk maar een bedrijf te hebben dat plastic uit de grachten vist. Ons doel is om onszelf overbodig te maken. Alleen dat doel zullen we niet even binnen een paar jaar bereiken, omdat het gewoon een groot en complex probleem is. Maar ik heb Plastic Whale opgericht om een doel te bereiken, dus om een sociaal doel te bereiken. En dat is om 's werelds wateren plastic vrij te maken. Zo'n moment komt niet uit de lucht vallen, maar dat is wel een proces wat je merkt eigenlijk van jaren. Steve Jobs heeft een keer een hele mooie speech gehouden over connecting the dots. Terugkijkend op alle gebeurtenissen in je leven begrijp je ineens waarom die hebben plaatsgevonden. Nou, als ik zo terugkijk, is er ook een aantal gebeurtenissen die toe hebben geleid dat ik uiteindelijk dat besluit heb genomen. Maar ik was er dus al hele lange tijd was ik mee bezig dat ja, met de frustratie dat je op zoek bent naar de plek die jij wil innemen in de wereld. En tenminste, daar was ik heel bewust mee bezig, maar ik kon hem niet vinden. En toen ik dus ging reizen, merkte ik dat mijn bloed weer ging stromen. Dat ik daar heel blij van werd en dat ik wilde blijven reizen. Maar ook dat ik besloot om ja, mijn leven dus wel een andere wending te geven. Dat mijn vrouw tegen mij zei van Marius, we kunnen nog maar 2 maanden de hypotheek betalen. Moest je niet eens een baan zoeken. En dan kan je nog zoveel positieve feedback krijgen vanuit een heleboel verschillende mensen. Maar dan heb je wel een zware twijfel of je wel op de goede weg bent. Maar goed, en dan zit je er al zo diep in dat je er niet meer uit kan. Dus dan word je ook wel redelijk wanhopig. Wantrouwen zit er eerder in mij als systeem. Je bedoelt ik in mijzelf vertrouwen. Nee, ik heb juist mensen. Het is misschien een rare mix van vertrouwen of wantrouwen. Maar ik zou het eerder zeggen dat ik mezelf wantrouw. Maar daardoor werk ik extra hard om het goed te maken. Er is altijd onzekerheid in mij. Het is niet dat ik zeker ben van mijn zaak. Ik ben altijd onzeker van mijn zaak. Maar ik werk er keihard aan om dat zekerheid te maken. Sinds ik Plastic Whale ben begonnen is het wel echt dat het heel zinvol voelt wat ik doe. Omdat allemaal mensen worden blij van wat ik doe. Elke dag krijgen we complimentjes. Komen er mensen naar ons toe die ons willen helpen, die onderdeel willen zijn van wat we doen. Die kinderen net die hebben plastic gevist, die dan een tekening hebben gemaakt en dat vind ik te gek. En dat zijn allemaal van die kleine, juist heel vaak in de kleine dingetjes dat het zit. En ja, dat helpt je echt, dat helpt je verder. Op een gegeven moment heeft Rogier, dat is altijd mijn vertrouwenspersoon geweest, heeft me ook verteld van Marius is degene die iets start, hoeft niet degene te zijn die iets groot maakt. En die heb ik altijd in mijn oren geknoopt. Dus nee, die persoon moet gaan komen. Alleen ja, dat is een lastige. Enerzijds moet je het financieel oplossen, anderzijds moet de juiste persoon zich aandienen. En dat is niet per se altijd heel erg makkelijk.
Maar goed, zodra ik mijn gedachten kenbaar maak en dus eigenlijk ook de vraag in mezelf stel, dan op een gegeven moment gaat het zich ook in de praktijk oplossen. Dus daar ben ik ook open over. Dat ik niet degene zal zijn die de toko per se runt of groot hoeft te maken. Dat is niet waar mijn talent ligt. Dat is eerder inderdaad de pionieren en het connecten van mensen bijvoorbeeld en partijen. En gewoon weer de droom verder helpen. Zo zie ik het zelf. Ik wil me blijven verwonderen. En ik wil mensen blijven ontmoeten. En ik wil blijven creëren. Dat is... En nu doe ik dat met Plastic Whale en met Wasteboards. En misschien ontstaat daar weer meer uit. Maar op een gegeven moment, ja, denk ik ook, eind deze maand word ik al 44. Wordt ook zo'n trieste geval als je op je 50ste nog zo graag dat wil zijn. Nee, dat wil ik gewoon. Maar wat het is, weet ik, vind ik heel moeilijk om er invulling aan te geven. Maar ik hoop dat ik de skills die ik nou dus opdoe, kan inzetten voor ook weer misschien een groter doel. Of misschien juist kleiner. Gewoon kleiner. Maar persoonlijker. Weet ik niet.